Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent. In deze aflevering van Hardware Info TV, het beste geluid voor je thuisbioscoop. Welkom bij Hardware Info TV. Als je een spannende film aan het kijken bent, wil je natuurlijk niet dat het geluid uit die simpele speakertjes van je tv komt. Je kunt natuurlijk investeren in een receiver en een flink aantal speakers. Maar ook steeds populairder zijn zogenaamde soundbars. Nou, alle mogelijkheden voor het geluid in je thuisbioscoop, die gaan wij vandaag bespreken. En daarvoor hebben we hier tussen ons ingezet, ja, ik zou bijna zeggen een ouderwetse receiver. En hier zo'n toch relatief moderne soundbar. Ja, laten we even met zo'n receiver beginnen. Want dat is eigenlijk als van ouds wat je doet als je echt goed geluid rondom je tv wil. Ja, eigenlijk een beetje de tweede helft van de jaren 90 is dat opgekomen. Toen analoog Dolby Surround kwam, toen had je ineens de mogelijkheid om met 5 speakertjes, waarvan achter 2 toen nog mono, maar in ieder geval een speaker onder je televisie, een center speaker, 2 stereo speakers en surround speakers achter je om echt bioscoopgeluid in de huiskamer te halen. Nou, jij zegt ouderwets, dit is toevallig een heel modern apparaat, want deze beschikt over HDMI en Dolby Atmos, allemaal hele nieuwe dingen. Ja, ik denk dat Dan een redelijk beledigd was vanwege mijn opmerking, maar ja, goed. Maar hij ziet er inderdaad uit als een apparaat. Ik bedoel, 15 jaar geleden kon je er eentje kopen die op 10 meter afstand precies hetzelfde eruit zag. Ja. Het is dus eigenlijk een versterker en het heet een receiver omdat er ook een tuner gedeelte in zit. Dus je kan hier ook radio mee luisteren. Ja. Nu is dat niet het belangrijkste. Het zijn echt de apparaten die schakel, de spin in het web zijn in je home entertainment installatie. Want je kan er zowel audio-video bronnen op aansluiten. Dus bijvoorbeeld je PlayStation, je set-top box, je Blu-ray speler en dan kan je dat weer naar je televisie het signaal door laten sturen. En dat surround geluid is het afgelopen jaar. Er zijn allemaal nieuwe standaarden voor gekomen. Enerzijds om het kwalitatief nog beter te maken. Het is natuurlijk digitaal geworden met Dolby Digital en DTS. Daarna met Dolby True HD en DTS Master Audio kwalitatief nog beter. Ja. Maar er zijn ook allemaal stappen gemaakt in nog meer speakers. We gaan het dadelijk nog over Dolby Atmos en DTS X hebben. Nou, als je dat leuk in je huiskamer wil, dan ben je echt je hele woonkamer behangen met luidsprekers. En dat is wat steeds meer mensen eigenlijk gewoon niet willen. Nou, we hebben het hier intern wel eens voor de grap over de zogenaamde WAF, de Wife Acceptance Factor. Ja. Maar zeg maar 10 speakers in je woonkamer, daar krijgen de meeste mannen de handen niet voor elkaar thuis. Nee, en sterker nog, nadat die hype in de jaren 90 was van juist allemaal lekker 5 speakers in je woonkamer en bedoel, de kabels, dat nemen we op de koop toe, zien we eigenlijk dat iedereen is niet waar, maar steeds meer mensen komen daarvan terug. Die willen hooguit 2.1, dus 2 luidsprekertjes en een subwoofer. Of inderdaad dit soort apparaten, zoals we er hier eentje van hebben staan, een soundbar. Ja. Nou, de soundbar, de naam zegt het al, het is eigenlijk een lange staaf met daarin verschillende luidsprekers en ook weer allerlei elektronica. Dit specifieke model heeft ook gewoon meerdere HDMI-ingangen en een uitgang voor naar je televisie. Dus deze doet ook dienst als spin in het web, dus als schakelend element. Wat dit soort soundbars doen, is vaak met psychoakoestieke trucjes alsnog laten klinken alsof er veel meer luidsprekers zijn dan dat er daadwerkelijk in zo'n soundbar zijn ingebouwd. Ja. Daar zitten wel wat haken en ogen aan, want dat werkt over het algemeen alleen echt heel erg goed als je er recht voor zit en als je kamer een beetje mooi symmetrisch is. Ja. Wie heeft een vierkante woonkamer, denk ik dan? Nou ja, langwerpig of rechthoekig kan natuurlijk ook, maar als je bijvoorbeeld een L-vormige kamer hebt, neemt het effect wel wat af. Maar als je er dus goed voor zit, door slimme berekening van de DSP's, van de signaalprocessors die erin zitten, kan het echt heel ruimtelijk lijken, waardoor het soundstage een stuk breder is dan de soundbar zelf en waardoor het ook soms afhankelijk van het apparaat lijkt of er geluid van achteren komt. In principe in de basis mag je zeggen, zo'n soundbar is een mooie gulden middenweg oplossing. Het komt zeker niet in de buurt van de beleving van een echte receiver en echt allemaal losse speakers op verschillende punten. Maar het is onmogelijk veel beter dan de speakers in je televisie, want dat is er ook nog wel even belangrijk om te zeggen. Die televisies zijn natuurlijk de jaren steeds platter geworden. We hebben natuurlijk al jaren platte tv's, maar tegenwoordig zijn ze echt plat. Ja. En hoe dunner je tv, over het algemeen hoe slechter de speakers die erin zitten. Nou ja, de speakers kunnen op zich nog wel redelijk oké zijn, maar je hebt gewoon geen klankkast meer. Dus zeker lage toon is eigenlijk gewoon afwezig. En dit soort soundbars, door dit specifieke apparaat van Teufel, daar is ook nog weer een subwoofer bij. Die zet je dan ergens een beetje aan de zijkant. Maar daar komt dus wel echt gewoon een volledig frequentiespectrum op een redelijke manier uit. Waardoor dus je ook echt je bas wel hebt. Dus als je niet je kamer vol wil zetten, is dit toch wel op zijn minst eigenlijk bijna een verplichte aankoop, een product als dit, om toch een beetje redelijk geluid te hebben. Ja, en je zet zo'n ding voor je televisie, of als je dat niet wil, zijn er ook nog soundplates, zoals dat noemen. Die zijn dus wat minder breed en over het algemeen plat, waar je televisie dus echt op kan zetten. Ja. Technisch voor de rest hetzelfde idee, alleen qua vormgeving net iets anders. Ja, nu is de laatste tijd heel veel gebeurd in de wereld van receivers. Onder andere een aantal nieuwe geluidsformaten, Dolby Atmos, DTS:X. Maar bijvoorbeeld ook het feit dat langzaam de wereld zich klaar aan het stomen is voor dingen als Ultra HD en HDR bij het beeld van monitoren maakt dat de receivers er ook weer klaar voor moeten zijn. Dus
Ja, als je een receiver van een paar jaar terug hebt, zou je kunnen zeggen dat die redelijk ouderwets is. Ja, want receivers, zeker sinds de intrede van HDMI, zijn echt apparaten die beeld en geluid schakelen. Er gaat feitelijk nog maar één kabeltje van zo'n receiver naar je televisie. Dus je gebruikt maar één HDMI-ingang op je televisie. En het schakelen tussen de verschillende bronnen doe je op de receiver. Die zorgt er vervolgens voor dat het geluid wordt gedecodeerd en naar de aangesloten speakers gaat, terwijl het beeld doorloopt naar de televisie. Ja. Maar dat betekent dus wel dat op het moment dat je 4K via HDMI wil doen, dat je dus ook een receiver moet hebben die dat aan kan. Nou zien we dat de 2016 modellen en eigenlijk ook al de modellen van vorig jaar van alle grote fabrikanten, die hebben gewoon HDMI 2.0a in- en uitgangen. Dus die kunnen inderdaad gewoon 4K 60 hertz schakelen en zelfs ook 4K met HDR in veel gevallen. Ja. Dus dat is tegenwoordig up-to-date, maar inderdaad wat je zegt, als je er eentje uit hebt uit 2012, ja, dan zit je met 4K lastig. Eigenlijk als je nu een receiver gaat kopen, zijn er even een paar kreten waar je echt op moet letten of je het bij de specificaties tegenkomt. En ik zou mensen zeggen, kijk, onze uitzendingen waar we het hadden over Ultra HD Premium, nog even terug om te begrijpen wat al die termen betekenen. Maar HDR wil je ergens tegenkomen in de specificaties. Je wil BT2020 ergens tegenkomen. En je wil 4K 60 hertz 444 ergens tegenkomen. Ja. Als dat overal ergens staat, weet je, ik kan eigenlijk alles schakelen wat er is. Ja, wat er nu is. Ik bedoel, wat er over 4 jaar is, dat weet je natuurlijk niet. Want HDMI 2.1 komt er ook weer aan. Dus ongetwijfeld alles wat je nu koopt is over 3 jaar alsnog weer verouderd. Maar voor nu is dat inderdaad waar je op moet letten. Nou, en dan audioformaten. We hebben het eigenlijk al de afgelopen jaren het gehad over Dolby Digital en DTS. Dat was 5.1 of 7.1. Daar is later Dolby True HD en DTS Master Audio bovenop gekomen. Eigenlijk voornamelijk met kwalitatief beter. Dat was 24-bit geluid, 96 kilohertz. Ja, en losless gecomprimeerd. Want waar normaal Dolby Digital en DTS is eigenlijk gewoon, kan je vergelijken met MP3. Dus er gaat gewoon daadwerkelijk informatie verloren. Dus is niet de volledige geluidskwaliteit. Terwijl die HD-varianten van Dolby en DTS, die zijn losless gecomprimeerd. Dus wel compressie, ja, maar zonder dat de informatie verdwijnt. En nu staan we weer eigenlijk, ja, ik zeg niet zozeer aan de vooravond, want het is er allemaal al. Maar toch, in de beginjaren van weer nieuwe standaarden, DTS:X... en Dolby Atmos, de eerste Blu-rays met die soundtrack zijn er ook al. En wat nu eigenlijk voornamelijk gebeurt is, het aantal speakers gaat weer flink toenemen. Tenminste, als je het helemaal volgens de boekje doet. Ja, als je dat wil. Want dat is dus een beetje die Catch-22 waar we in zitten. De meeste mensen willen helemaal niet meer speakers. Maar de mogelijkheden zijn er nu wel. Want tot nu toe was er surround geluid met vaste kanalen rondom je. Maar nu is er Dolby Atmos en DTS:X. Die maken ook gebruik van objecten. Dus dat zijn geluiden die een X, Y en Z coördinaat hebben. Maar die overal in de ruimte kunnen zijn. Dus ook boven je. Nou, wat je nu ziet is dat apparaten zoals deze, die kunnen tot 11 luidsprekers direct aansturen. En 2 subwoofers. En daarvan ook 4 luidsprekers boven je. Dus je kan ook echt, als een helikopter over je vliegt in een Dolby Atmos track, hoor je hem echt over je hoofd heen gaan, van links voor naar rechts achter, bij wijze van spreken. En dus voor de duidelijkheid hoe dit technisch werkt, dus zelfs al heb je al die 11.1 of 11.2 luidsprekers, in dat geluidsspoor staat niet specifiek dit geluid moet op die speaker. In dat geluidsspoor staat deze geluidsbron bevindt zich daar in die virtuele ruimte. En de receiver berekent welke speakers dat geluid dan moeten weergeven. Ja, dat is in ieder geval hoe het in de bioscoop werkt. Voor de thuisversie is het iets gesimplificeerd, maar het komt nog steeds wel op datzelfde neer. Dus je zit niet meer vast aan vaste speakeropstellingen. Op dit moment is het maximum wat betaalbare apparaten bieden. Dat betaalbaar is dan, zeg maar, tot en met zeg maar €5.000 noem ik dan betaalbaar. Is inderdaad dat 7.2.4, dus in totaal 11 kanalen rondom. En dat heeft te maken met de DSP-kracht die in huidige apparaten zitten. Er zijn echt heel dure apparaten, daar hebben we over €20.000 voor een versterker, die meer kanalen, die zeg maar 30 kunnen. Maar dat is dus, ja, dat valt echt voor bijna iedereen buiten bereik uiteraard. Nou zullen er vast een aantal freaks zijn die zo 11 speakers in hun woonkamer gaan schroeven. De meeste mensen doen dat niet. En zeker die speakers op het plafond, dat is niet zo makkelijk, want je moet bij wijze van spreken bijna een nieuwbouw huis hebben en er van begin af aan rekening mee houden om dit überhaupt te kunnen doen. Ja, of je hebt inderdaad, kijk, voor huiskamers is dit echt niet realistisch. Tenzij je inderdaad zoiets hebt van, het boeit me niet als er allemaal kabelgoten en speakers hangen. Kijk, in andere ruimtes, in bedrijfsachtige ruimtes heb je vaak systeemplafonds. En als je dat thuis hebt, dan kan het wel. Kan je het netjes in een systeem of in een gipsplafond wegwerken. Maar met een betonnen dak, een betonnen vloer boven je gaat dit echt niet werken. Maar daar is een oplossing voor. Ja, heeft Dolby bedacht. Tegelijk met de introductie van Dolby Atmos for Home hebben ze ook zogenaamde Dolby Atmos Enabled speakers uitgebracht. En dat zijn ofwel complete luidsprekers of modules die je er bovenop zet, zoals je hier ziet. Nou, wat die Atmos Enabled speakers doen, is die zet je op de linker voor- en rechter voorluidspreker en op de 2 achter surround luidsprekers. En die sturen geluid naar het plafond, en waardoor het via het plafond weer kaatst naar de luisteraar.
Nou, wij hebben daar vorig jaar al een artikel over geschreven over hoe dat werkt. Dat werkt redelijk. Is ook wel weer heel afhankelijk van de ruimte waarin je zit, hoe goed dat werkt. Je krijgt echt het idee dat het geluid van boven komt. Alleen het is minder goed te lokaliseren dan wanneer je echt luidsprekers Maar dat betekent boven dus ook dus bij dit soort speakers dat er in feite twee aderparen ze worden echt los aangesproken. Want je hebt dus ook van die luidsprekers waar het eigenlijk met elkaar is ingebouwd. Dus dan is dit één luidspreker met een losse Dolby Atmos unit. Maar dan is het alsnog wel zo dat je ze dus allebei met een aparte luidsprekerkabel moet aansluiten. Want er gaat echt ander geluid naar die Atmos unit dan naar het normale speakerdeel. En je had het over €5000, maar zeg maar voor €500 bestaan er ook al gewoon tegenwoordig nette receivers die al die 4K en HDR videoformaten en ook gewoon Atmos en DTS:X doen. Nee, ik zei betaalbaar, maar dat was een beetje gechargeerd betaalbaar, want tot €5000 is natuurlijk voor de meeste mensen al helemaal niet meer betaalbaar. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat bij de huiskamer, gewoon van de standaard merken, daar zit je nu vast aan maximaal 11 luidsprekers als je dat al zou willen. Ja. Het is inderdaad een beetje een gekke situatie waarbij de markt eigenlijk minder luidsprekers wil en de technologieën gaan naar meer luidsprekers. Dat betekent dus weer voor die fabrikanten van soundbars dat ze eigenlijk nog meer trucjes moeten gaan doen om ook dit soort effecten maar weer uit één ding te halen. Ja, en je hebt ze nu al, de eerste Atmos soundbars. Die hebben dus ook modules aan de bovenkant die daarbij gebruik maken van dezelfde technologie als die Atmos enabled speakers. Dus die dat ook weer via het plafond doen. En je ziet ook, bijvoorbeeld Samsung heeft nu zo'n soundbar met Atmos, maar die heeft dan alsnog ook twee losse luidsprekers die je achter neer kan zetten, die dus ook weer het normale surround en het Atmos geluid via reflectie doen. Dus ook met soundbars heb je ook tussenoplossingen waarbij je zegt, ik neem alsnog wel twee achterluidsprekers als ik een echt wat meer alomvattend geluid speel wil hebben. Ja, en dat maakt dus dat bij het kiezen van ofwel een soundbar ofwel een receiver, dat er eigenlijk al 101 dingen zijn waar je op kunt vergelijken en wat je kunt inlezen wat ze technisch kunnen. Ja. En dan blijft natuurlijk ook nog gewoon staan dat er kwalitatief ook nog verschilletjes kunnen zijn. Ja, we zijn nu bezig met een test van soundbars. Ik bedoel, we zijn echt in de beginfase, dus kan ik nu nog geen slimme dingen over zeggen. We zijn er een heleboel aan testen, komt binnenkort op de site of in het blad te staan. Ja, voor receivers geldt eigenlijk dat voor €600 heb je echt al een prima receiver qua geluidskwaliteit. Dan ben je wel beperkt in het aantal kanalen en ook bijvoorbeeld in het vermogen. De vraag is hoe belangrijk dat is. Kijk, dit is bijvoorbeeld een van de topmodellen op dit moment van Denon. Dit is de 6300, de X6300H. Ja, dat is wel een vrij prijzig apparaat. Daar moet je zo'n €2600 voor neertellen. Maar deze heeft 11 kanalen, 11 versterkers voor 11 kanalen ingebouwd. Dus je kan hier direct 11 luidsprekers op aansluiten. En voor de rest kan deze natuurlijk inderdaad al die trucjes die je al noemde, zoals 4K met HDR en BT2020, alles wat je zou willen. Maar tussen zeg maar die 500 en die 2500 heb je allerlei weer tussenmodellen bij verschillende merken. Want we hebben hier nu een Denon en een Teufel staan. Maar dit heb je dus van tal van merken. Dus er is heel veel keuze. En het is in ieder geval een productgroep waar we de komende tijd meer en meer aandacht aan zullen gaan besteden. Tot zover HartInfoTV voor vandaag. Wij zijn er iedere vrijdag. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Het is echt een beest van een laptop. Dit is ook wel echt een zware jongen. 15,6 inch scherm. Ja, vroeger zouden we dit desktop replacement noemen. Dit is niet van ik ga dat eens lekker iedere dag mee naar mijn werk nemen. Nou ja, het weegt 2,9 kilo. Kijk.